Wat komen jullie doen? Tekeningen geven. En voor wie? Voor Sinterklaas. Nog één keer heel hard. Voor Sinterklaas. Oh, wat leuk. En ik heb er al een heleboel gekregen. Sinds de intocht van Sinterklaas is duidelijk geworden dat ook de Goedheiligman dit jaar thuis werkt. Daarom heeft de Sint via het Sinterklaasjournaal de hulp ingeroepen van de burgemeesters. Woensdagmiddag kwam een klein groepje Haagse kinderen met tekeningen naar het stadhuis. Wat een bijzondere ontmoeting voor u met al die lieve kinderen. Ik heb heel veel tekeningen gehad van kinderen voor Sinterklaas, omdat het natuurlijk een bijzonder jaar is. En alle burgemeesters hebben beloofd aan Sinterklaas, we helpen u. Dus als de kinderen nou de tekeningen bij de burgemeesters brengen, dan zorgen de burgemeesters voor dat de tekeningen bij Sinterklaas komen. En er waren een aantal kinderen die zeiden, nou, we vinden het zo leuk, wil je ze alsjeblieft van onszelf in ontvangst komen nemen. Dat ga ik één keer doen en dat heb ik vanmiddag gedaan. Wat heb jij precies getekend? Kan je dat eens goed laten zien aan ons? Hier heb ik Sinterklaas gemaakt. Ja. En hier regent het. Oh. En hier schijnt de maan. Oh, mooi, en dan van de verte staat de Piet. Wat een bijzondere Sinterklaas. Ja. Vertel eens. Dit is Sinterklaas met een hele grijze baard. Bij mij is die ietsjes ouder dan normaal. Hoe oud is die bij jou dan, Sinterklaas? 1000 miljoen. 1000 miljoen? Want hoe oud is Sinterklaas eigenlijk? Wie weet dat? 80. 81? 9? 10? Is Sinterklaas 10? Nee. En hoe lang heb jij nou bijvoorbeeld over je tekening gedaan? 2 minuten. 2 minuten? Heb je het een beetje afgeraffeld? Ja. Wat heb jij gemaakt? Hier staat Sinterklaas, want hij gaat naar zijn kasteel. Wat heeft Sinterklaas een gekke kleur? Is hij een beetje ziek? Nee, maar ik had geen wit. Oh, ja. Ja, het is natuurlijk heel bijzonder om Sinterklaas te ontmoeten, maar jullie wonen allemaal in Den Haag, hè? Ja. Dan is het ook wel heel gaaf, denk ik, om de burgemeester te ontmoeten. Ja. Hallo, ik heet Jan. Ik ben de burgemeester van Den Haag. Wat komen jullie doen? Tekeningen geven. En voor wie? Voor Sinterklaas. Oh, wat leuk. En ik heb er al een heleboel gekregen. Ik heb er ook al een heleboel aan Sinterklaas gegeven. Nou, wat zal ik ze aannemen? Mooi. Hebben jullie ze allemaal zelf gemaakt? Ja. Sommige meerdere? Oh, dit is ook een hele hippe. En een ijsje. Een ijsje voor Sinterklaas. Een regenboog, ja. Ik dacht een hangman. Vlinder. En een vlinder, mooi. En het paard. Nou, ja, dat is de eerste. Dit is denk ik het paard, hè? Hij lijkt er wel een beetje op. Dank jullie wel. Ook deze zal ik naar Sinterklaas afgeven. Ik ga hem ongetwijfeld weer zien. Heel erg bedankt. En nou ja, ik weet zeker dat hij het prachtig vindt. En ik zou zeggen, tot ziens. Doei. Dag, doei. Gaat u ze niet stiekem zelf thuis ophangen? Ik ga ze niet stiekem ophangen. Ik ga ze nergens ophangen, want ze zijn voor Sinterklaas. Nou, ik heb iets meegenomen voor u. Geen tekening, want ja, ik kan niet tekenen. Ik heb wel een cadeautje meegebracht. Misschien wilt u hem even uitpakken. Ja. Ik heb namelijk begrepen dat u een mondkapjesverzameling heeft. Ja, inderdaad. Oh, wat leuk. En een mondkapje van ADO Den Haag mag dan niet ontbreken. Zo is het. Die doe ik ook meteen op. Met gouden logo. Zo is het. Pas wel bij een burgemeester, dacht ik. Ik vind hem heel mooi. Tot slot nog even. U bent nu ruim 4 maanden burgemeester van Den Haag. Er is een hoop op u afgekomen. Maar één leuk ding, dat is het binnenhalen van Sinterklaas, dat is dit jaar niet gelukt. Nee. Burgemeester Remkes, die u voorging, die zei zelfs van dat vond ik eigenlijk het leukste van mijn hele ambt. Ik heb het gehoord. Ik heb gelukkig al een paar keer Sinterklaas mogen binnenhalen. En ik verheug me op het volgend jaar. Maar u heeft wel gelijk. Het mooiste moment van het jaar is als Sinterklaas binnenkomt. Dat vond ik als kind al geweldig. En dus ook als burgemeester. Maar volgend jaar komt het goed. En dan zal het vast heel mooi zijn.